En bij de Legends speelt ook straks Sander Bosker, Erwin El Ahmadi, Fred Rutten, Orlando Engelhard, Andy van der Weijden, Paul Bosveld, Arthur Newman, Tim Cornelissen, Juri Mulder, Arnold Brugge, Pieter Neemeijer, Robert Zomer, Clemens Zwijnenberg, Nico Jelde Hoogma, Edson Braafheid, Romano Tenebo, Arno Arts, John Bosman, Prins Polly, Wilfried Elzinga, André Paus, Bertiel ter Avest, Sander Westerveld, Jan van Halst, Theo de Kaat en Hans de Koning. Ze zijn er allemaal. We hebben nog een bijzonder moment. Er komen drie oud-aanvoerders met prijzen het veld op. Zie het. Kom maar jongens. Hier zijn drie andere legendes. Erik ten Hag, Rijssel Koevel en Peter Wiskerhof. En zij worden begeleid door de kinderen van Sander Bosker. Kom maar jongens. Kom maar met die mooie prijzen. Hier zijn de prijzen waar je geen genoeg van kunt krijgen. Hier zijn de KVB-beker uit 2001 met zijn aanvoerder toen Erik ten Hag. De kampioenschaal. 2010. De prijzen. En de beker uit 2011. En Peter Wiskerhof. Dames en heren, de voorzitter van FC Twente, Joop Munsterman.
dames en heren, de UEFA plaatste hem in het illustere rijtje One Club Players, Totti, Schweinsteiger, Savi, Rijkix en Sander Basker. Het was straks wennen voor ons allemaal. Een elftal posters zonder Sander Bosker. We zijn er allemaal mee opgegroeid. Wat denkt u van 562 competitiewedstrijden, 67...